You guys have seen her before. Hello. Too. Hello. My little blondie. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik rijd in een parkeergarage in rondjes. We zijn in Milaan. Ik word echt fucking misselijk van, hoor. Ik ook, echt heel erg. Dit is de zesde rondje. Zesde rondje. Het is vrijdag en ja, we zijn in Milaan. Kijk eens even. Oh, mijn hoofd. Wij zijn tussendoor even naar een museum gegaan. Dus dat is wel leuk. Het is super warm buiten. Ik vind dat ik er een beetje als Calimero uitzie. Wat vinden jullie? En ik ben met Tamara en Sam. Tamara heeft echt de beste Balenciaga daar. I love it. Hey guys, het is even later en ik weet niet eens meer wanneer ik voor het laatst gevlogd had. Maar ik ben nu aangekomen in Zuid-Frankrijk. In het hotel. Volgens mij is het super mooi. Alleen het is wel jammer, want het is donker. Dus ik kan niet echt een goede roomtour geven. En ik ben ook heel benieuwd. Merk dit? Ik ben ook heel benieuwd hoe het er hier buiten uitziet. Maar dat kan ik ook niet zien. Oh, ze hebben mijn cadeautjes hier neergelegd. Dit is zo leuk. Dus ik zal even snel laten zien wat ik kan laten zien. Zo ziet het eruit als je binnenkomt. Dan is hier een badkamer. En hier is een pakketje van Dior. Die ga ik ook zo even uitpakken. Hierin is denk ik de douche. Oeh. Even een wc. Daar is ook een badkamer. Daar is een inloopkast. En dit is de slaapkamer. Echt super mooi. Ik hou echt zo van dit soort kasteelachtige dingen. En dit is het bed. Ook echt super cute. En even kijken. Hier op tafel ligt ook iets van Dior. Welcome to the city of perfume. Een leuk doosje. Oh, wauw. Kijk hoe vet. Dit is Chat Dior. En dan met Queen of Jetlags. Wacht. Kijk, met Queen of Jetlags erop. En Madeleine's. En het ziet er allemaal zo leuk uit. Dit is echt nu al zo'n leuke trip. Notitieboekjes. En deze tas met mijn initialen erop. Nou, ik ga zo erin kijken. Goedemorgen. Het is... Welke dag is het? Bonjour. Zaterdagochtend. En we zijn in Zuid-Frankrijk, in Calais. En vandaag de trip met Dior beginnen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Sorry, ik was mijn gezicht niet aan het filmen. We gaan nu in de auto en we gaan een bloem plukken. Want we zijn hier voor de nieuwe parfum van Chat Dior. Dus, wow, let's go. Wij zijn aangekomen op de bloemenveld. Ik ben met Amelia. Hallo! Amelia, hebben jullie... Hallo! Hallo! Like, Amelia. I want to say something. En Victoria. You guys have seen her before. Hello. Too. Hello. My little blondie. We're matching now. I know. So there was one photo you uploaded, and you know Monica? Yeah. My friend, she sent it to me. She was like, I thought this was you for a second. Oh, I love that. It was one in Mexico. Because, you know, you had your hair behind your ears, what I always used to have. Oh, yeah. Like the same. And she was like, oh my god, I thought this was you for a second. Oh, that is such a compliment. Nah. And, yeah, we zijn nu aan het... We gaan bloemen plukken op dit veld. Het is echt zo leuk. En dit is ook allemaal echt te leuk. Dus ja, en daar is Jackie. Hallo. Jackie van de H&M jurk. Iedereen was zo gek op die H&M jurk. Je zou eigenlijk PR moeten doen voor H&M. Jij zou echt PR moeten doen voor H&M. Maar hij was online niet te koop. J'adore. Maar dit is toch echt zo mooi. Ja, dat is mooi, hè? Maar wij mogen zelf toch ook bloemen plukken zo? Ja, zeker. We gaan er zo middenin. Ik heb er zo zin in. Ik heb me even opgekleed en we zijn hier nu aangekomen en we gaan flower crowns maken. Are you good at it, Victoria? Probably not. Never. Have you done it? Not me either. But we could be kind of Swedish and like with our, you know, the midsummer vibes. Yes. We could be midsummer princesses. Okay, let's try it. Kijk, het is niet echt heel mooi geworden, maar dit is hem en ik ga hem zo opzetten. We zijn nu naar boven gegaan, dus we hebben net een flower crown gemaakt en nu zijn we parfum gaan maken.
En, oh, sorry. Dit zijn de ingrediënten die we in Chador gingen doen. En dit waren de flesjes waar we dat uit moesten halen. Wij zitten weer in de auto en we gaan nu naar het kasteel om te lunchen. Chak achterin. Alleen hij wordt een beetje misselijk. Ja. Hij gaat ook echt hard. Ja, hij wordt volgens mij zelfs ook een beetje misselijk. Ja. Let's get there. Ja. Dus we gaan een beetje hard. Maar goed, komt goed. We hebben ook honger. Dus dan is het ook ja, lekker. Dat is het. En dan komt Sander komt zo ook naar de lunch gezellig. Dus ik zie jullie zo. We zijn nu in het huis van... Het originele huis van Christian Dior. Ik moet heel even de badkamer laten zien. Kijk, dit was zijn werkkamer. En die badkamer is echt niet normaal. Kijk, dit marmeren bad met het goud. Goedemorgen, het is zondagochtend en we are home. Nee, het is iets te klein. Gewoon sowieso te klein. Ja, ook te kort. Sander is nieuwe kleding aan het passen en ik ben mijn koffer voor Parijs aan het inpakken. En ik ben zo blij om Olly haar even te zien, ook al is ze maar voor een dag. En ja, ik zal even laten zien. Heel veel hadden trouwens gevraagd om een updated designer backstage. Dit zijn ze niet allemaal, maar dit is wat ik meeneem naar Parijs. Die Louis Vuitton. Die Louis Vuitton. Deze heb ik ook nieuw. Ik heb je al laten zien. Die Louis Vuitton. En die Prada heb ik natuurlijk nieuw. Die Dior. En die heb ik al. Die Gucci tas heb ik al. Die Dior's had ik al. Die heb ik al. En die ook. Ja, dit neem ik denk ik mee naar Parijs. Misschien nog één rugtas. That's it. Hoeveel tassen zijn dat? 1, 2, 3, 9, 10, 11. 11 tassen. Oké. Goedemorgen, het is maandagochtend en ik zie er niet uit, zoals jullie zien. Mijn haar is super vet en ik heb nog geen make-up op. Ik ben langzaam maar zeker mijn spullen aan het inpakken en dan zo naar Parijs. Altijd, elke keer als je weggaat van huis, is het gewoon hetzelfde gevoel. Gewoon zo'n gebroken hart gevoel. Maar goed, dat zal nooit wennen. Gewoon even doorzetten. Meestal als ik aankom gaat het eenmaal wel. Alleen de dag zelf inpakken en weggaan is gewoon vreselijk. Maar goed, er zijn ergere dingen. Ja, dus dat wilde ik zeggen. Ook wilde ik vragen. Ik had vorige week in mijn vlog had ik gelinkt naar een filmpje van de Hartstichting. Ik weet niet of jullie dat nog weten van Life Hunters. En ik vroeg me af of jullie die al gezien hadden. Zo nee. Dan zal ik hier een link posten. Dan kunnen jullie die even kijken. Want zoals ik vorige keer ook al zei, het is belangrijk helemaal voor vrouwen om hiervan op de hoogte te zijn. Omdat er steeds meer hartziektes bij vrouwen zijn. Oké, ik ben ingepakt. En dit is wat er meegaat. Deze drie koffers. Voor 5 dagen Parijs. Echt zoveel. Ik weet niet eens hoe ik dit op Amsterdam Centraal allemaal alleen ga meeslepen. Maar goed, let's go. Ik ga ook de vlog afsluiten. Ik heb lekker besloten om geen make-up op te doen vandaag. Dan kan ik straks in Parijs lekker meteen mijn bed in. Dit is wat ik aan heb. Dat is Stella McCartney shirt, een vest van de Zara, Dior, mijn Levi's. Hier ligt onze Gucci schoenen en deze haarband van de Zara. Dus ik ga er vandoor. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zie jullie volgende week. Nee, ik zie jullie zondag. Yes. Doei.